burgers en buitenlui. Hier is Marijke Helwegen. De zelfbenoemde verbouwingsexpert is naar de Rijp gekomen om het oude raadhuis te openen. Van binnen heeft het pand uit 1630 een flinke facelift gekregen. De zolder is nu ook te gebruiken. Het was eigenlijk een opbergruimte van de oude gemeente Graaf de Rijp. Het stond helemaal vol met spullen. Ja, een vuilnisbelt, heel veel oude meubels, nog wat oud archief. En dat is allemaal weg. Het is prachtig geworden. Het raadhuis doet onder meer dienst als trouwlocatie. Maar helemaal klaar was het pand nooit. De laatste eeuw is er steeds aan gewerkt. Het is eindelijk af. Ja. Nou, aan de buitenkant is het nagenoeg hetzelfde gebleven. Dat is echt wel bijzonder. Er zijn een paar schoorstenen weg. Maar hier aan de binnenkant is er wel van alles gebeurd. In 1917 is het hele interieur aangepakt. En in 2013 en 2014 is deze vloer en de vloer in het raadshuis vervangen. Nu ook de zolder af is, was het tijd voor een groot openingsfeest. Met een speciale gast met verstand van verbouwingen. Dit raadhuisje is de laatste 110 jaar helemaal verbouwd, gerenoveerd. Heeft een facelift gehad. Ik lijk daarop. Ik ben ook helemaal verbouwd, gerenoveerd. Ik heb ook een facelift gehad. Het enige verschil is, het raadhuisje is van binnen gerenoveerd. En ik ben van buiten gerenoveerd. En na het proosten was het de hoogste tijd om iedereen het eindresultaat te laten zien. Marijke voelde zich er helemaal thuis. Ik ben ook een project, ik ben ook een monument, ik ben ook gerenoveerd, ik ben ook verbouwd. En dan vertel ik iets over hetgeen wat dan ook verbouwd is. En dat is in dit geval de leegwaterzaal. En toen dacht jij, die moet ik hebben? Toen dacht ik, die moet ik eens eventjes gaan bellen. Ja. En ze zei ja.